Rogier, wat is Algenes? Nou, Algenes is een middel die ik nu ongeveer een jaartje in mijn portfolio heb. Mm-hmm. Het is een filler, maar het is op basis van een agarose gel. En het is een, wat het middel is, het is best wel uniek. Het is maar eigenlijk de enige die met een agarose gel wordt gebruikt. En jij denkt zo, wat is dat? Wat is dit allemaal? Maar ja. Agarose gel wordt gemaakt uit algen, dus het is volledig plantaardig, maar ook volledig natuurlijk en organisch middel. Dus daar zit het grote verschil met de andere fillers. Dus volledig vrij van chemicaliën. Nou, dit is natuurlijk een emotioneel argument, hè, waardoor mensen zeggen, oh, dat moet ik hebben. Maar wat ik ook wel heel prettig vind, is het heeft echt een aantal unieke eigenschappen die de andere fillers niet hebben. En wat zijn die? Ja. Het is niet hydrofiel, dus het trekt geen vocht aan. En daarnaast is het, zoals ze dat noemen, monofasisch. Dat betekent dat er wat gebruik gemaakt wordt van eigenlijk het middel en dat blijft gewoon constant. Sommige andere middelen werken weer bifasisch, dus dan gebruik je het ene middel om het te vullen en daarna wordt het bijvoorbeeld door het lichaam, moet het daarna het stokje overnemen. Dat is een beetje bifasisch. Oké. Okay. Dat is duidelijk. Allemaal. Dat zijn de mogelijkheden. Dus dat ook zijn eigenlijk, dat is wat het middel is. En we gaan inderdaad naar wat de mogelijkheden zijn. Ja, want wat kan je er dan mee? Wat is de vertaalslag? Hè? Ja. Nou, in principe kan je met dit middel kan je best wel heel veel behandelen. Er zijn verschillende diktes. Ja. En dus je kunt eigenlijk vrijwel alle rimpels ermee behandelen. Dus rimpels. Rimpels. En je kunt de jukbeen erin zetten. Maar het grote voordeel van dit middel is onder andere traangoot, jukbeenderen en bij de lippen, zeker als je een contourverschil wil hebben, omdat je, ik ga het even, het is een beetje een technisch verhaal, maar het is best wel. Vertel, ik vind het interessant. Doordat het niet water aantrekt, kan je dus wat scherpere lijnen maken dan bijvoorbeeld met een hyaluronzuur. En dat maakt een heel groot verschil. Want dan is, je kunt je voorstellen, met een hyaluronzuur trekt het altijd wat vocht aan. En dat geeft een wat meer rondere vormen. Soms wil je dat. Maar in sommige vormen, bijvoorbeeld jukbeenderen of bijvoorbeeld bij het contouren van de lippen, wil je juist een scherpe lijn hebben. Ja. En daarvoor is Algenes echt een hele goede. Goed product om te gebruiken. Oké. Okay. Ja. En wat kan je verwachten of mensen die Algenes gaan gebruiken bij een behandeling? Zeker. Wat kunnen die verwachten? Nou, het is gewoon, de effect blijft best lang. Afhankelijk van het middel kan het zelfs tot 3 jaar oplopen. Maar je moet ongeveer bij de wat zachtere fillers, zachtere vormen van Algenes, is er ongeveer 1 jaartje. En daarna oplopend bij de dikkere vormen van 3 jaar. Algenes, ja, ik vind het helemaal duidelijk. Je mag mij even helpen met de samenvatting, Rogier. Ja, zeker. 3 punten waarvoor we voor Algenes moeten kiezen. Ik hoorde al milieu. Juist. Ja, klopt. Nog één? Nee, milieu en eigenlijk scherpere lijnen kunnen maken. Scherpere lijnen en? Ik denk dat je daar het wel eigenlijk mee gezegd hebt. En ja, goed. En wat zijn dan de grote voordelen ervan? Is dus dat je scherpere lijnen kan maken. Ja, gewoon iets. Meer contour. Meer contouren. Ja. En dan zijn lippen, jukbeenderen en wallen zou je daar ook voor kunnen gebruiken. Helemaal duidelijk. Ja? Algenes.